een tas van een van de 117 Nederlanders die bij de Woesthoeven zijn geëxecuteerd op 8 maart 1945. Op 6 maart 1945 heeft het verzet in Apeldoorn, ze hebben een vrachtwagen nodig. En het idee is, we gaan naar de Woesthoeven toe, er rijdt heel veel Duits vrachtverkeer. Nou, de bewuste avond wachten ze en op een gegeven moment denken ze dat er een vrachtwagen aankomt, maar uit de duisternis komt geen vrachtwagen, er komt een Duitse officierauto. Er zitten 3 Duitsers in, er wordt opgeschoten. En ze hebben geen vrachtwagen, het plan is mislukt, dus ze gaan terug op de fiets. En 's ochtends wordt die auto gevonden door de Duitsers en er zitten 3 officieren in. 2 dood, 1 man leeft nog. En de man die leeft is Hans Albin Rauter. En Rauter is verantwoordelijk voor de Gestapo en voor de SS en iedereen die in Nederland geëxecuteerd is. Dus de Duitsers gaan er direct vanuit dat er een aanslag heeft plaatsgevonden op Hans Albin Rauter. En als represaille worden er in heel Nederland 263 Nederlanders geëxecuteerd. Waarvan 117 hier bij de Woesthoeven. En ze moesten spulletjes meenemen, want ze gingen op transport. En die man die heeft gewoon zijn tas meegenomen en zijn stukje brood en zijn lepeltje. En ja, bij de Woesthoeven zijn ze met z'n allen in die trein of in die vrachtwagen gestopt. Een van de vele vrachtwagens. Die heb ik gekregen van een evacuee uit Oosterbeek. Die liep hier op de Arnhemsweg, 8 maart. En om de zoveel tijd kwamen eruit richting Apeldoorn, richting Arnhem, Duitse vrachtwagens voorbij. En daar stonden Nederlandse jongens in en Duitse soldaten. En uit de laatste vrachtwagen, hij wist zelfs nog het type, de Opel Blitz, werd op een gegeven moment een tasnaam toegegooid. En waarschijnlijk heeft een Duitse soldaat dat gezien, dat die man die tas bij zich had. En die had zoiets van, ja, binnenkort, weg ermee, die heeft toch niet meer nodig. En toen die vrachtwagen doorgereden was, heeft hij de tas van de straat afgeraapt. Er zat een lepel in en een stuk brood. En hij had zelf ook honger, dus hij heeft dat brood direct opgegeten. En hij had zoiets van, ja, mooie tas, die hou ik bij me. Maar binnen een paar uur begon het te gonzen in Apeldoorn. Van, heb je het gehoord? Er zijn bij de Woesthoeven mensen doodgeschoten, geëxecuteerd. En toen wist hij van, ja, oké, maar dan heb ik ze voorbij zien komen. We zijn erachter gekomen dat dit een ambtenarentas is. 4 van de 117 zijn daadwerkelijk ambtenaar geweest. En dichterbij van wie deze tas zou kunnen zijn geweest, zullen we helaas nooit meer kunnen komen.